vandaag ook weer een hele leuke video voor jullie. Tenminste, ik denk dat het een leuke video is. Ik vind het zelf wel een leuk idee. En waarschijnlijk heb je het wel aan de titel gezien. En vandaag heb ik dus struggles op stal voor jullie. Ik heb een paar struggles uitgekozen die ik zelf vaak heb. Of in ieder geval die bekend zijn. Want ik heb ze niet allemaal zelf, maar wel veel, zeg maar. En ja, ze zijn gewoon erg bekend. Laat ook even hier beneden achter of jij deze struggles herkent op stal. En laten we dan maar snel beginnen met de eerste struggle. Nou, de eerste struggle is dus dat bijvoorbeeld je gieter of je emmer waar je water in moet doen niet in de waterbak past. Zeg maar dat, met dat kraantje. En dat is bitter irritant. Deze zie je eigenlijk vooral op de manege. Daarom heb ik hem zelf niet echt vaak. Maar ik hoor van anderen dat het nogal irritant kan zijn. En dat is als je wil gaan rijden, dat dan de bak gewoon te vol is. Dat er al, weet ik veel, 3 of 4 mensen in de bak rijden. En ja, dat is gewoon niet zo fijn tijdens rijden. Als jij gewoon je eigen training wil doen en je overal op moet letten. Bij ons op stal hebben we daar eigenlijk geen last van. Omdat we natuurlijk maar met 4 ponyspaden staan. Die echt rijden in de bak. En ja, dat wisselen we gewoon een beetje af. Dus soms gaan er 2 eerder als we met z'n allen op stal zijn. En daarna de andere 2. En ja, zo wisselen we het eigenlijk af. Oké, jongens, we gaan even lekker zonder zadel rijden. Oh shit, het is een beetje druk in de bak, schat. Laten we morgen maar gaan rijden. Oh shit, het is een beetje te druk in de schat. En Tommy die staat super leuk te plassen. Okay, even. Precies in de hoefslag ook. Dan struggle 3. Ieder paardenmeisje die een eigen paard of een verzorgpony heeft, heeft eigenlijk gewoon te veel spullen voor zijn paard. Misschien wel meer spullen voor zijn paard dan voor zichzelf. En niet iedereen heeft een hele grote kast van 3 meter waar alles in past. Dus ja, dan kom je nog wel eens ruimte tekort in je kast. Passen. Dan struggle 4. Dit is als je je pony uit de wei wil halen. En dit is mij wel al vaker gebeurd. Dan staan de rest van de ponies ook voor de wei. En je pakt je pony eruit. En de rest loopt er zo achteraan voordat je het hek dicht hebt kunnen doen. En dan mag je alle ponies weer terug gaan zetten. Want als er eentje mee gaat, gaat de rest ook mee. Ga je mee? Kom maar. Oh. Het is eigenlijk wel een grappige struggle, struggle 5. En dat is mij best wel vaak overkomen. Ook gewoon op school. Bijvoorbeeld dat je dan de deur wil open doen. Maar dat je in plaats van trekt, wel er gewoon duidelijk duwen op staat. En ja, dat is gewoon. Dat komt heel vaak voor. Dat heb ik ook bij ons in de bakdeur. Die moet je zeg maar naar je toe open doen. Maar soms ga je hem automatisch zo van je af doen omdat het makkelijker is, maar dan denk je, oh ja, shit, dat kan niet. Ja. Oké, okay, Faye, ik ga je uit de bak pakken. Oh, shit. Struggle 6 komt bij mij niet heel vaak voor, omdat ik zelf de stallen niet uitmes. Ja, af en toe als het eigenaar niet kunnen, dan doen we dat natuurlijk graag. En ja, dan denk je van, ja, de stal is helemaal schoon en dan draai je om en denk je, nou, ik ga er nog 1 keer met de hark er zo overheen. En dan komt er net nog een hele vieze vlek tevoorschijn. En kan je weer opnieuw gaan beginnen. Nou, denken dat alles wel schoon is. Nou, nog even de laatste check. Shit. Dan struggle 7. Die ja, komt eigenlijk alleen in de zomer voor. En dat is dat je net een nieuw vliegennetje of gewoon een vliegennetje op hebt gedaan bij je pony. En dit is bij ons op stal heel vaak komt dit voor.
En je komt een paar uur later terug of zo. En het vliegennetje ligt eraf. Gewoon, het is er opeens af. Je pony heeft hem helemaal weg. Die heeft het afgeschuurd. En je zoekt echt de hele wei door en je ziet hem maar niet. Daarom heeft Jessie, erg handig, heeft een knal oranje vliegennetje en een knal oranje halster. Zodat ze het nooit kwijt kan raken. Maar ik heb gewoon een zwarte en dan als die kwijt is, dan zoek je heel de wei door. En je kan hem niet vinden, dan denk ik, kijk straks wel. En dan helemaal het achterste hoekje van de wei ligt het vliegennetje. Kijk eens, Poepje, ik heb een nieuwe. Hou je hem dit keer wel aan? Heen zijn. Faye, hoe kan je hem nou hier neer hebben gelegd? Tussen de brandnetels. Kom, we gaan er meer op doen. Dit keer laat je hem om. Ja, mag je hem weer om, schat? Hoe doe je vliegen net je ombilijt? Weet je nog die ene video van Brit Dekker? Hoe moet je een oornetje omdoen? Oké, okay, zet hem maar uit. Ik ben nog aan het filmen. Kijk eens, Poepje, ik heb een nieuwe. Dit keer hou je hem wel aan, hè? Hé? Hey. Hij ligt daar. Oké, hij ligt daar. Nee. Anders... Stop. Stop. Kut, ja. Ben je maar bij? Schrik je van je eigen pony? Nee, nooit. Goeie paard, liefhebber, ben jij. Zet maar uit. Ik weet dat je filmt. Ik film niet eens. Zet het schijt, ik moet het. Oh, ik ken dit nummer. Dan de laatste struggle. En dit is ook wel vaker. Want in het weekend ga ik meestal rond een uur of één naar stal toe. Maar soms heb ik dan 's avonds of eind van de middag nog iets. En dan denk ik, oké, ik heb 2 uurtjes de tijd. Ik moet echt even snel zijn. Want dan kan ik nog even rijden en zo. En dan kom je om 1 uur op stal. En kom je dan... zo. En dan kom je om 1 uur op stal. En dan zie je in de wei dat de ponies aan het eten zijn. En ze net eten gekregen hebben. En dan denk je, oh ja, shit, het is 1 uur. Ze hebben eten. En dan kan je nog 1 uur wachten voordat ze eten op hebben. En... ja, dan kan je eigenlijk alleen maar poetsen omdat je snel moest zijn en ja, niet meer kan rijden omdat je nu moest wachten omdat ze eten op moesten eten. En meestal als ze gegeten hebben kan je ook niet echt meer snel daarna rijden, want dat is natuurlijk niet zo fijn voor ze met een volle maag rijden. Dus ja. Dit waren dan weer alle struggles. Hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. Doe dan dat blauwe duimpje omhoog en abonneer je beneden op ons kanaal. Want dat is misschien een leuk nieuwtje. Binnenkort, 2 juli om precies te zijn, komt iemand naar ons toe. En dan gaan we... dan gaan we met Pien en dat meisje gaan we een video opnemen. En ook voor haar kanaal en voor ons kanaal. En ook vloggen gewoon. Dus dat wordt denk ik super gezellig. Ik ga nog niet zeggen welk kanaal, want dat zullen jullie over een paar... volgende week of zo, of die week daarna, zul je wel in de video zien. Dus ja, daar komt er nog iets heel leuks aan. En dan zie ik jullie de volgende keer.